U kunt er rekening mee houden dat er een extra top zal gaan komen. Maar dat is in handen van het voorzitterschap, omdat het voorzitterschap te maken heeft eigenlijk met twee dingen. Wat zal de uitkomst zijn van de uitspraak van het Koningshof van Tsjechië en wanneer zet de president zijn handtekening? Ik neem aan, maar dat zullen we nog allemaal horen, dat het Zweedse voorzitterschap zal gaan consulteren. Het Zweedse voorzitterschap heeft aangegeven dat men het werk zal gaan beginnen nadat volstrekte helderheid is over de handtekening van president Klaus, ook het tijdstip waarop dat gaat gebeuren.